achter is de ingang. En dit is altijd mooi. Mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Walter van Walter Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe vlog. Nou, ik ben met de scooter. Ik moest heel even naar de winkel en dan kwam ik dit tegen. Dus kijk gezellig mee. Ja, zoals wat ik al zei. Ik moest heel even naar de winkel. Ik had de scooter gepakt en kwam hier toevallig langs. En dat is het circuit van Heerlen. Wat ik jullie heb laten zien op de borden. Dus kijk gezellig mee nogmaals. Ik ga nu even naar de winkel en kijken of ik daar ook kan filmen. En dan zien we ons dadelijk wel weer. Duimpje omhoog. Zoals jullie zien is de vlag half stok. Het is vandaag 4 mei. Dus vandaag dodenherdenking. Dus dan hangt de vlag altijd half stok. Ja, goed. Het is bij de kerk. Nou, ik ga nu de grens over. Want hier achter mij is Nederland. Wat jullie zien. En nu ga ik naar de Duitse grens. Dan kan ik jullie laten zien waar ik dus. En nu ben ik op Duitse grondgebied. Ja, goed. Daar is Nederland. En hier is Duitsland. Waar ik net stond. Dus kan ik jullie ook laten zien. Dus ik ben de grens overgestoken. De Bundesliga. Oh nee, dat is voetbal. Dus. Dan zie ik jullie zo. Ik ben nu in Duitsland aangekomen. Kan ik je laten zien. Bij de Aldi. Een klein kwartiertje rijden en dan ben ik daar. Ja, ik heb de lege fles meegenomen. Ik ga eens kijken of ik binnen kan filmen. De winkel. Dat zijn karretjes. Top. Ben ik binnen in de winkel. Ik ga nu even de fles in de automaat gooien. Dus, en dan doe ik dat even gauw. Ja goed, jullie kunnen wel. Ik weet niet of het zo interessant is, de flessen erin gooien. Maar dan zien jullie een keer hoe ik dat doe. Zo, flessen heb ik erin. Een bonnetje heb ik. Dan gaan we boodschappen doen. Ja, goed. Laten we eens even kijken. Ja, er zijn toch wel wat mensen hier in de winkel. Zoals jullie zien. Ja. Ja, en hier doen we regelmatig boodschappen. Nou goed, hier staat de drank. Ik moet nog meer hebben. Ik moet heel even kijken. Oh.
wasverzachter hebben we nodig, anders kunnen we die wassen. En even kijken. En nog waterstabletten. En de prijs hier in Duitsland is heel erg goedkoop. Echt, dat meen ik. Oprecht. Ja goed, en daar zijn de kassa's. Dus ik kan niet de hele tijd vullen, want er lopen nog mensen hier. En hier heb je dan meestal van die vakken. Even kijken, wat heb ik nog nodig? Doekjes. Doekjes heb ik nodig. Sponsjes. En... oh, nee, die doekjes niet. Andere doekjes. Wc-papier hebben we ook niet opstaan, maar goed. Het is altijd makkelijk, want het is vlug uitverkocht hier. Ja, en hier zijn dan ja, ik had de verkeerde tabletten. Ik moest deze hebben voor de vaat. Dan zat even rustig. Het is een goed merk. Goed merk. Ja. Ja, en hier staan allemaal verzorgings. En dat, die doekjes had ik nodig. Dan heb je hier de bakker. Kan ik jullie wel even nog wat laten zien. En hier zijn dan van die donuts. Ja, vakken zijn al leeg. Is te begrijpen. Dat is een gang, daar staat de drank. Ja, en hier is vers brood, wat iedere morgen bakken, ja. Roggebrood. Nou, ook nodig, anders kunnen we niks eten. En even kijken, spieken op het briefje. Moet ik nog kaas hebben. En melk. Kaas, daar loop ik voorbij. De melk heb ik ook nodig. De melk. Even spiek op een briefje. Even kijken, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik. Ja, dan heb ik alles. En dan ga ik nou naar de kassa. Ja. En hier achter mij heb je diepvriezen. Die hebben altijd heel veel spullen. Kijk maar even gauw. Daar is de kassa. Daar gaan we nog naartoe. Is het ook bevoorrading. En hier staat ook van alles. Diepvries, pizza en aanzet. Dingen allemaal. Top. Ja, en zo ziet de winkel van binnen uit. Daar zijn de kassa's. Ja goed, ik moet even wachten. Alles op de band, wat ik nodig had. Zo, de boodschap hebben we binnen. Net aan de kassa geweest, dus gaan we inlaaien en richting huis. Yes! Ja. Hier staat altijd een kraam.
Ja goed, jullie kunnen het niet ruiken, maar het is zo heerlijk van die braadworst. Echt zalig. Dus, ja goed, het is voor ons maar een kwartiertje ongeveer rijden. Ook al zijn we dan met de auto. En ja, dan is het wat sneller. Dus ik ga nu de boel inlaaien. En dan zie ik jullie dadelijk alweer. Zo, de boodschapjes heb ik ingelaaid. Ik ga nu het karretje terugbrengen. En zo ziet het eruit. Nu kan je makkelijk de auto kwijt. Dus top. Oh, niet te veel met top. Kijk, daar had ik het om. Dat is de currywurstkraam. Ja. En zo zijn we bij de Aldi geweest. Ja. En dan gaan we voorzichtig naar huis rijden. En dan, ja. Dan zie ik jullie thuis. Moet je eens kijken waar die benzineprijzen hierop staan. Dat is echt een heel groot verschil met Nederland. Dus ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het is echt een heel stuk goedkoper als je net bij de grens woont. Dan is het net alsof, ja, het is echt stukken goedkoper. Wacht, ik loop er heel even naartoe. Ik heb jullie misschien beter beeld. Dan moet je kijken wat het verschil. Het is wel bij zo'n tankstation. Daar langs. En daar is ook wat. Dus, maar die benzineprijs hier in Duitsland is wel een stukje goedkoper. En dan reed ik net hier langs. Ik heb nog nooit zoveel hout bij elkaar zien liggen als hier. Als net over de grens in Schinveld is dat, geloof ik. Dus, is heel veel hout. En hier kan je ook ja, hout sowieso kopen. En dan van die glijbaanhuisjes. Die hebben ze hier ook, maar goed. Ik reed er net langs. Ik denk, laat jullie dit eens zien wat het is. Heel erg veel. Tot daar achter, geloof ik. Helemaal door. Waar het huis staat, staat het helemaal vol met hout. Onderweg vanuit de winkel kwam ik dit tegen. Dat ligt hier net echt over de grens. Ja goed, zoals jullie zien, hier staan wat bussen. Ja goed, die zijn hier. En het schijnt dat je met de auto hier eroverheen kan gaan. Nou, ik sta hier bij het bord. Dat ligt echt net over de grens. En dat is dit plaatje Gangholt. Dus, ja, dat wil ik jullie gewoon even laten zien. En daar is de ingang. Schijnbaar is het een beetje druk hier. Er staan drie bussen, dus ja. En leuk, ik voel me net een toerist in het buitenland. In Duitsland. Ja, en ik ga het park nou ook verlaten. Dus als je het kan lezen, lees het. En dan ga ik nou echt richting huis toe rijden. En we zijn weer in Zuid-Limburg. Dus we zijn weer in Nederland. Daar zijn we net de grens over gegaan. En ja goed, nu ben ik weer in Nederland. Dus ik zit in Zuid-Limburg. Kijk, en dan gaan we Schinveld rijden we binnen. En zo ga ik dan door Brunsum richting huis. En dan, ja goed, mocht ik dadelijk nog langs het circus komen, laat ik het jullie uiteraard nog zien. Dan ben ik daar doorheen gereden. Brunsum. En dan, en dan kom ik nou in Heerle. Kom ik richting huis. En zoals ik jullie beloofd, dan rijd ik langs het circus. Welkom in het circus.
Ja, daar is de kassa. En dat is het circus. Met de rest. Zo, dan ben ik thuis aangekomen zoals jullie zien. En ja, ik heb een beetje van de omgeving laten zien. En waar wij regelmatig komen voor boodschappen te doen. Ik wou zeggen te laten doen, maar dat zal niet gaan vanuit Duitsland. Maar tot we daar regelmatig komen in Duitsland bij de Aldi. Want het is echt een stuk goedkoper als hier in Nederland qua boodschappen. En ja... Dus daar heb ik jullie dat even laten zien. En leuk dat toevallig het circus was. Dus ja goed, ik heb jullie al voorgekondigd om tot er een circus kwam. Dat heb ik jullie ook laten zien. Dus ik vind het gewoon geweldig dat ik dit aan jullie mogen laten zien. Dus, maar ik ga ook bij deze de vlog afsluiten. Dus laat wat in de comments achter. Wat jullie van deze vlog vinden. En kijk ook vooral de andere vlogs. Zou ik ook hartstikke leuk vinden. En vraag aan mensen of ze op mijn kanaal willen. YouTube kanaal willen abonneren. Dat zou ik erg tof vinden. Dus en nou ga ik ook echt afsluiten. Dus vonden jullie dit een leuke video? Deel een like. Deel en like. Excuses. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje en dan zien we ons de volgende vlogs weer. En dan wens ik jullie verder een fijne avond toe. Dag!